En Waasland Beveren probeert meteen het heft in handen te nemen. Bastiaans, de Duitser. Fraai is diep gelopen. Altijd hardwerkend. Die Zwitser. 7 goals voorlopig. Koita. Ja, toch erdoor. Da Silva kon hem niet afpakken, die bal. En dan bal opzij gelegd. Voorzet, daar is Koita misschien. En dan wordt die bal nog door een andere Waasland Beveren speler. Fauché met name. Weggenomen voor de neus van Koita. Dat was een eerste mogelijkheid voor Waasland Beveren. We spelen nog maar 1 minuut. Bianchon en Marcelijn die wegtrapt. Hotic raakt hem nog, maar ze worden opgesloten door Waasland Beveren. Vrij goede controle en een poging. Eerste schot tussen de palen. Man met een heel goed schot ook. Dus dat is wat dat betreft ook een wapen natuurlijk. En nu Gabriel. Nee, komt er niet, want Vukotic kopt hem weg. Nielsen in de voeten van Vitinho. Da Silva gaat ook eens proberen. Goeie trap. Oh, wat een schitterende goal is dit. Bastiaans. Koita opnieuw. Biancon houdt hem even vast. Koita is goed met de bal aan de voet. Seintje. Geen buitenspel. Seintje. En wat een tackle van Vitinho om dat schot van Seintje er nog uit te halen. Dat is knap verdedigd. Meegegaan met Seintje. Vukotic houdt de bal lang bij. Nu dan toch even Koita. Is 2 man kwijt. Koita. Aboubakari Koita op zijn eentje. En de overtreding van Da Silva. Hier komt Koita. Hij schiet hem tegen Hotic. En dan de rebound. Hard overgeschoten door Aboubakari Koita. Lukko. 3 man centraal. Lukko zoekt een voorzet naar Fauché. Te hoog. Biancon. We wachten lang. En dan voor de goal gezet. Di Jong. Dit is een kans voor Seintje. Seintje. En bal erover gewipt door Vrij. Die was daar nog wel blijven hangen. Felix Bastiaans. De Duitsers. En geen overtreding van Biancon. Zo oordeelt Laforge. En een gele kaart voor de Duitser. Opnieuw een vrije trap met Koita. Ja, dat is iets voor Vukotic misschien. En dan Hens van Beet. Zo heeft Laforge gezien. En dus een nieuwe vrije trap. Ietsje verder dan op het einde van de eerste helft. En het wordt een schot op doel van Bertone. Iets te hoog gemikt. Niet echt gevaarlijk. Deze poging van de centrale middenvelder. Leonardo Bertone. Er zat wel wat curve aan, dat wel. Lukko komt naar binnen, voorzet met de linker. En Fauché die kan koppen. Ja, er zat net niet genoeg kracht in om Didion te verontrusten. Oekbo zet hem breed, Biancon kan hem misschien achteruit leggen. Daar is Oekbo, vrije schietkans voor Oekbo. En dan wordt hij nog afgeblokt door Heijmans. Oekbo, Gabriel die kan redden. Nee, cirkelen. Nog altijd niet afgemaakt. Met Denki is Vukotic kwijt. Denki op zijn eentje. Denki! En hij doet het opnieuw. Denki! Net als op Moeskroen vorige week. Bal weggekopt door Pavlovic. En dan toch nog een schot van Bertone. En net erover nog een poging van Waasland Beveren. Maar het was een goede volley van Bertone. Het belangrijkste is dat Cercle Brugge hier deze 6-punter onderin heeft gewonnen met 2-0.